Vrijdagavond speelde NEC de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch en het won met 1-0. Na de wedstrijd spraken we met Pepijn Leinders en Mori. Maar ik denk dat iedereen in Nijmegen omstreken blij is dat je er weer bent. Ja, ik ben zelf ook heel blij dat ik terug ben. Ik ben 2 maanden weg geweest. Blessure opgelopen in de uitwedstrijd tegen Telstar. Ja, daarvoor ging het gewoon heel goed. Alleen, nu ben ik weer terug. Het was eventjes wennen, maar ik ben weer terug gelukkig. Van harte gefeliciteerd, nieuwe koploper. Ging niet makkelijk vanavond, denk ik. Ik denk dat geen enkele wedstrijd makkelijk is in die zin, maar... Als je gewoon puur analyseert hoeveel kansen wij gecreëerd hebben en hoeveel kansen de tegenstander gecreëerd hebt, dan staat hij wel een verdiende winnaar, denk ik. Ik vond de eerste helft heel slap van onze kant. Het was een beetje slaperig. Het leek alsof we gewoon nog in de wedstrijd moesten komen, maar dat duurde gewoon veel te lang. En na die 1-0 zie je dat er een beetje leven in komt. En tweede helft hebben we het onszelf onnodig moeilijk gemaakt. Kansen niet afgemaakt. Ja, dan krijg je gewoon een lastige avond. Maar gelukkig nog 3 punten over de streep getrokken. Is dat het NEC van Pepijn Leinders dan? Dat de tweede helft altijd beter is dan de eerste? Nou, NEC van ons, van, de hele, van het stadion, van de hele staf en van de spelersgroep, is een NEC dat dominant wil zijn. Dat als we de bal niet hebben, nog steeds counteraanvallen kunnen voorbereiden en pressingmomenten kunnen voorbereiden. Dus dat is een NEC van ons allemaal. Maar ja, de ideeën, ja, dat zijn de ideeën. Ja, dan ben je belangrijk met die penalty situatie. Wat gebeurde er precies? Daarvoor ging ik al 2 keer er langs en voelde ik elke keer een tikje van die linksback. En bij de derde keer tikte hij mij weer aan. En dan is het gewoon een strafschop. Terecht, toch? Ja, dat was een terechte penalty. Kijk, als je 1-0, voor staat en je krijgt zo'n laatste fase van 25 minuten, komt het neer op karakter. En dan komt het neer om goed te staan natuurlijk. En in eerste instantie karakter van de jongens. En ik ben wel trots op ze dat ze... Want je moet lopen. Je moet continu gaten dichtmaken. Hun spelen heel opportunistisch. Dus dan hoeft maar 1 bal verkeerd te zijn. En dat, er staat continu gewoon rugdekking. Gewoon lekker doorknallen de rest van het seizoen. Ja, tuurlijk. Richting het kampioenschap werken. En in eind april kijken we waar we staan. Elke week gewoon goed voorbereiden. Voor 3 punten vechten. Samen met het stadion, samen met de spelersgroep, met staf, allemaal met elkaar. En alles wat daar buiten gebeurt is niet zo belangrijk. We moeten gewoon focussen op onszelf en ons ontwikkelen. Elke keer gewoon een beter team worden.